Veel sfeer op de heikant. Het thuispark van Achilles 29. De sfeer wordt gemaakt door de supporters van Rijnsburgse Boys. Dat de eerste grote kans van de wedstrijd krijgt. Maar die kans die wordt gemist. De aangever was Jeffrey Jongenelen. Rijnsburgse Boys dat al 4 uitwedstrijden op rij won. Op bezoek bij Achilles. Dat de laatste 2 wedstrijden verloor. En daardoor toch weer is afgezakt naar de 14e plaats op de ranglijst. Hier een wat makkelijk gegeven vrije schop. Overtreding zou gemaakt zijn door Parami. Doelman scheidsrechter van den Elzen geeft de vrije schop. En het is Omar die bal heel vrij binnenschiet. Imrat Ulat Omar maakt zijn 4e van het seizoen. En doelman Virgil Deen, vervanger van de geblesseerde Richard van Nieuwkoop, staat aan de grond genageld. Vrije trappen nemen is een jurysport. U mag zeggen welke mooier was. Want deze van Wesley Goeman die zit er ook heel erg lekker in. Na iets meer dan een half uur komen de Uien op gelijke hoogte. En ook dit, een prachtige vrije trap. En ook hier hun invallerdoelman Dani Sente geslagen. Mooi overstapje van Tillema, krijgt de bal terug. En dan is het 2-1. 5 minuten voor rust. De combinatie tussen Tillema en Serboni leidt tot een doelpunt van de topscorer van Rijnsburgse Boys, Jongenelen. Tillema laat gaan en krijgt hem mee van Serboni. Dat is prachtig gespeeld. Sente wordt gepasseerd. Tillema maakt zijn 8e van het seizoen. Rijnsburgse Boys op voorsprong. Maar Duijen zijn nog niet klaar met Achilles. Het schot van Omar gered door Deen. Uitstekende vervanger van Nieuwkoop. En hij moet weg aan het einde van het seizoen. Pieter Mulders, de trainer van Rijnsburgse Boys. Wat is daar voor iets geks aan de hand, vraag je je af. De beste promovendus van alle 4. De ploeg stond 3e voor deze speelronde. Het blijft 2-1 na deze missen van Parami. Rijnsburgse Boys wint en gaat als 2e de winterstop in. En dan mag het bestuur uitleggen waarom de trainer weg moet.